gaat om Aung Kim Sui. Hij werd in 2003 tot de doodstraf veroordeeld voor betrokkenheid bij de productie van ecstasy. Aung Kim Sui, hier op archiefbeeld, heeft om gratie gevraagd, maar dat verzoek is afgewezen. De Nederlander werd in 2002 opgepakt en zit sindsdien vast. In Indonesië wordt al jarenlang de doodstraf opgelegd, maar voorheen werd die niet voltrokken. Sinds afgelopen jaar kwam daar verandering in. Indonesië staat bekend om zijn strenge drugsbeleid en executeert regelmatig drugssmokkelaars, onder wie ook buitenlanders. De veroordeelde zelf ging ervan uit dat in zijn geval die doodstraf na 13 jaar wel niet meer zou worden toegepast. En er was bovendien hoop dat de nieuwe president Joko Widodo dat hij een milder strafbeleid zou gaan voeren dan zijn voorganger. Maar dat blijkt dus een valse hoop te zijn geweest, want Joko Widodo heeft juist een strenger beleid aangekondigd. Hij wil meer mensen gaan executeren en de executie zondag van Aung Kim Sui en vijf anderen is een begin van wat een hele reeks van executies zou kunnen worden. Het ministerie...